James Cameron, bekend van de Terminator, Titanic en Avatar, regisseerde alweer 30 jaar geleden het meesterlijke vervolg op Ridley Scott's duistere deep space horror. De perfecte gelegenheid om deze ethisch classic te ervaren met 16 minuten aan nog nooit vertoonde scènes. This time it's war. Mijn naam is Jan de Vries en ik ben programmeur bij het nieuwe filmtheater in Rotterdam, Kino. Nou ja, waarom een film kijken in de bioscoop beter is dan thuis, is een beetje hetzelfde als lauw bier drinken. Het heeft hetzelfde effect, het komt over, je weet waar het over gaat. Het is toch veel fijner om dat op een plek te doen waar het beeld groot is en waar je het echt kan beleven, in plaats van dat je het op je televisie doet of, god verbiede, het op je computer. Dus ik denk dat het een enorme meerwaarde heeft om ook met andere mensen, die je hopelijk niet hoort, een soort van kijkervaring te hebben. Ja, daar hopen wij heel erg dat ook weer te herintroduceren. Zeker bij een jonger publiek. We mogen bij de Pleinbioscoop met Kino een film programmeren. En we hebben voor Aliens gekozen, de James Cameron film uit 1986. Ook omdat hij dit jaar 30 jaar bestaat. En het is een fantastische film, omdat het veel actie is. Het is natuurlijk door James Cameron gemaakt, die later wat romantischere dingen heeft gemaakt. En toen Avatar, waar de meningen over verdeeld zijn. En ik denk dat dit zijn echte actiemeesterwerk is. Het is mooi om die film buiten te kijken, omdat er niet echt een diepgaand plot in zit. Dus je kan hem echt ervaren, maar je kan ook af en toe een biertje gaan halen. En er zitten prachtige quotes in die een film echt tot een nostalgische ervaring maken. En ik denk dat daarom Aliens goed zal werken bij de Pleinbioscoop.